Het ministerie van Defensie heeft de marineboten in het Saramaca-kanaal door een particulier bedrijf laten verwijderen. Deze patrouillevaartuigen zijn hierna op een milieuvriendelijke manier ontmanteld, waarna de delen daarvan zijn begraven. De boten belemmerden al geruime tijd de vrije doorvoer van andere schepen in het Saramaca-kanaal en vormden daarnaast ook een gevaar voor het milieu. Het verwijderen van deze vaartuigen was ook noodzakelijk vanwege het uitbaggeren van het Saramaca-kanaal. De verkiezingscommissie heeft in haar vergadering van donderdag 8 juni overeenkomstig het besluit verkiezingen leden Jeugdraad Suriname de verkiezing van de Jeugdraad bindend verklaard. De officiële uitslag verschilt niet met de tentatieve uitslag die op de avond van de verkiezing werd bekendgemaakt door de commissie. Intussen hebben alle 29 gekozen leden schriftelijk bewilligd om toegelaten te worden als lid tot de Jeugdraad. De verkiezingscommissie treft nu voorbereidingen om de gekozen leden te installeren op zaterdag 8 juli 2023. Seeing Roosevelt Gold Mines heeft aan districtscommissaris Ludwig Mendelssohn van het district Brokopondo twee Toyota Hilux bouwjaar 2012 gedoneerd. De auto's zullen worden ingezet om de ver afgelegen resorten te bezoeken. De bestuursdienst zal zichtbaarder zijn in het district, zei de districtscommissaris. Volgens Mendelssohn is de samenwerking met het bedrijf Seeing, voorheen IM Gold, goed te noemen.